we zijn hier aan het ponies wassen. Want we hebben van de week de premiekeuring van de Shetland Ponyvereniging, de Bommelerwaard. En dat is eigenlijk hetzelfde als een misverkiezing. Het model, dat moet er al in zitten. Maar de make-up, die brengen wij nog eventjes aan. Dus we doen de finishing touch. Maar we kunnen het model van de pony niet veranderen. We hebben er wel mee gelopen. Om te kijken alsof dat zijn bewegingen goed zijn. En nu gaan we kijken wat we nog meer aan gaan doen. We hebben de hoefjes bekapt van de week al. We hebben de oortjes netjes uitgeschoren. Niet in de oren, maar buitenkant van de oren. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat die pony ook zijn haren gaat verliezen. Dus hier mag je niet aanknippen. Nooit doen. Voor de rest dan wassen we hem helemaal. En je ziet, als je een witte pony hebt, dan moet je heel veel wassen. Heb je een zwarte pony, dan gaat het een stukje makkelijker. Hey, even rustig, madame. Het zijn allemaal dames die dus naar de keuring toe gaan. Dus daarom zeg ik, dit is ook echt een misverkiezing. De premiekeuring is een jaarlijks terugkerend evenement van onze Shetland Ponyfokvereniging de Bommelerwaard. Die altijd gehouden wordt de eerste vrijdag en zaterdag van september. Dus dat is ook deze keer weer het geval. Vrijdagochtend van 9 uur in de morgen tot rond 1 uur. Zaterdag van 9 tot 5 is het meestal afgelopen. De toegang is gratis. Het Laar 6 Velddriel. Daar worden in 2 banen de ponies allemaal beoordeeld. Heb je vragen, stap naar het bestuur toe. Wil je weten van de pony, vraag het aan de fokker. Wil je er eentje aanschaffen, ga naar de Hedelse Paardenmarkt. Haarlak, maar ponies die hebben dit. Ik zal even het merktekentje af. Maar iedereen kent die oranje fles. Liters worden die erop gespoten om de pony vrij te houden van vuil en klitten in de haren. Dus we gaan in staat behandelen. Dat doen we gewoon vol blijven spuiten. En dan gaan we daarna pas uitkammen. Vol op spuiten. Hoe meer dat erop zit, hoe gladder dat de staat wordt. En hoe mooier dat je zo dadelijk ook uit de vlecht weer komt morgen vroeg. Want dat is de bedoeling, we vlechten hem, opdat hij dan morgen ook wat voller eruit komt. Het is eigenlijk optisch bedrog, maar ja, dames maken ook krullen in het haar. Ik ga de volgende was weer halen. We hebben dit weekend dus de 80ste fokdag premiekeuring. Ik ga even kijken hoeveel dat er zijn. Totaal, ik moet het eigenlijk uit mijn hoofd weten, maar dat weet ik ook niet altijd. We hebben totaal 341 ingeschreven ponies over die 2 dagen verdeeld. Op vrijdag komen altijd de jaarlingen, de 2-jarigen en de 3-jarigen. Zaterdagmorgen beginnen we met de veulentjes. En daarna de merries van 4 tot en met 12 jaar. En aan het eind van de dag moeten dus uit de verschillende rubrieken de kampioenen naar voren toe komen. En aan het eind van de dag de algemene dagkampioen. Mag het daar niet op hebben? Ja, ik heb dat gedaan. Ja, dat is het. Hier zijn we de staat haakje voor haakje bijna aan het bekijken. Waarom? Hij heeft wat bestanden van zijn ontlastingen in laten zitten. Dan moet er natuurlijk wel netjes uit. Want hij moet morgen naar de show. En een show, daar kom ik niet met de vrouw staat toe. Dus we zitten haakje voor haakje eruit te trekken. Hier heeft het dus gewoon. Maar het komt goed hoor. We gaan voor de kampioenschap man. Nee, dat moet hebben. Oké. Okay. Je ziet allemaal dingen te vertellen die we niet willen weten. Ik ben ook een specialist dan. Jawel, jij hebt hier koppen. Ja, je weet. Laat je niet zo pompen? Ja.